Dit weekend hebben we een grote buitendienststelling van spoor 14 tot en met 19. Dat hebben we nodig om de traverse die achter mij ligt verder te kunnen demonteren, te slopen. Het komende weekend werken we voornamelijk aan de dakopbouw die eraf gaat. De weekend erop aan de vloerdelen en de oude liften op perron 6 en 7. De nieuwe hal, het eerste gedeelte, is in gebruik sinds begin februari. In principe wordt die hal nog vier keer zo groot. Om het volgende deel te kunnen bouwen moet de oude traverse weg. Die moet plaatsmaken. Het oude stuk gaat tot aan de aansluiting met het nieuwe stadsdeelkantoor gaat helemaal weg. De nieuwe hal die wordt daar als het ware ingebouwd. Dat is dezelfde grootte en diepte, zeg maar. En aan de westkant komt dan een nieuwe aansluiting met de nieuwe trapopgang vanuit het Jaarbeursplein.